Kevin Langerij, ben 16 jaar, woon in Nederland, in Noordwijk. Ik ben Jalou Langerij, kom ook uit Noordwijk. Ik ben hier 4,5 jaar mee bezig. Ik heb 2 jaar. Ik deed altijd vlieger op het strand, dat is gewoon de bestuurbare vlieger. En toen ging ik ook golfsurfen, dus gewoon met de golven mee op een open bord en dan paddelen en dan staan. Toen zag ik dus een combinatie tussen die twee sporten en toen dacht ik echt, wauw, dit is zo cool. Ik ben begonnen van Kevin. Ik ging altijd wel eens met hem mee naar het strand, een beetje vliegeren. En daarna was hij met een vlieger bezig en toen was hij al een paar jaar bezig. En toen dacht ik, nou ga ik toch ook maar eens proberen. Het begin was natuurlijk wel een beetje ploeteren, want ik was een van de eerste die in Nederland ging kiten. Ik heb het geleerd van Kevin, altijd les gehad. Eerst in een kleine kiemetje met een groot bord en heel veel geoefend. Ik heb Nederlands kampioenschappen meegedaan, dan ben ik eerste geworden. En ik heb ook dit jaar de World Tour meegedaan, de PKRA. En daar ben ik overal 8e geworden. Ik doe vooral wedstrijden in Nederland, maar dit jaar wil ik ook een paar wedstrijden in het buitenland gaan doen. Ik ben ook Nederlands kampioen geworden. Bonaire is gewoon, het waait hier vaak. Bijna altijd. En het is gewoon lekker warm, goede wind. Om te kiteboarden heb je natuurlijk een bord nodig. Er zitten footpads op. Die zijn lekker zacht en die houden grip op je bord. Dan heb je voetbanden waar je voeten dus in gaan. En dan blijft dus je bord als het ware je voet zitten. Je hebt ook nog vinnen. Dat heb je nodig om extra grip te hebben op het water. Dan heb je een trapeze nodig. Dat is dit ding. Dan heb je hier een haak zitten. Dan kan je je vlieger aan vastmaken. Dus dat je inhaakt, dan zit niet alle kracht op je armen. Nou, dan gaan we nu naar de kite. Hier hebben we dus de kite. Je hebt verschillende maten ervoor. Het varieert vaak van 6 vierkante meter tot 20 vierkante meter. Nou, deze kite. Dit is een 12 vierkante meter. Dit is een leading edge. Die kan je dus opblazen. Die heb je nodig om je profiel te houden. Dus ook als je kite crasht in het water, dan blijft hij drijven. Dus dan kan je hem ook weer uit het water halen. De kite zit vast aan de lijnen. Die zitten hier aan vast. Dan gaan ze. Gemiddeld zijn ze tussen de 20 en 27 meter, je lijnen. Hier de bar. Die heb je nodig om je kite te besturen. En deze loop, die kan je dus inhaken. En dan ben je dus zo aan het varen. En als je wil sturen, dus als je naar links wil, dan trek je. Dan trek je aan links en als je naar rechts wil, dan trek je aan rechts. Nou, om een kite op te laten heb je altijd iemand nodig. Die even je kite wil opgooien. Ja. Nou, er staat nu genoeg wind om te varen. Tricks maak je om. Ten eerste omdat het er gewoon cool uitziet. En voor de wedstrijden. Want als je wedstrijden doet, dan. De jury wil dat je de sixte tricks laat zien. En een van de tricks. Je kan allerlei soorten tricks doen. Je kan bijvoorbeeld. Je kan springen. En dan kan je in de lucht kan je een rondje draaien. En dan weer landen. En dan heb je steeds ook meer variaties. Je kan bijvoorbeeld springen, je board grappen. En wat nu echt de moeilijke trucken zijn, is dat je je bar echt op je armen hebt. En dat je in de lucht de bar zo achter je rug langs paast. En dat is dus echt de shit nu.